Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Het Rode Hert en Violien Bloemen en Interieur. I've got the power, you got the power, we got the power. Positieve vibes en inspiratie, dat is belangrijk in het leven. Daarom breng ik je met Jess verhalen van kracht en hoop. Dat doe ik schrijvend via artikelen en columns voor Weekrant Het Kanton. Dat doe ik met mijn Jess radioshow elke vrijdagavond voor Breda Nu. En nu met een Jess talkshow voor Breda Nu TV. En mijn hondje Sarah is er ook hier gewoon gezellig bij. En vanuit het oudste café van Breda, het Rode Hert, hier in Prinsenhagen, gaat Jess vandaag over vrouwelijke kracht. En daarvoor is vandaag hier de Syrische Gaida Alsayel. Want Gaida, jij als vrouwencoach, jij weet alles van vrouwelijke kracht, toch? Nou, alles. Wel veel. Veel, inderdaad. Ja. En dat is wel een hele mooie ervaring. Ik denk dat zit in elke vrouw eigenlijk. Je hoeft niet eens veel over te leren. Het zit in je, alleen je moet contact vinden met jezelf als een vrouw. Maar nou ben jij Syrische en dan heb jij het over vrouwelijke kracht. Hoezo? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja. Ja, het is in Syrië en ik denk in heel veel Arabische landen is het net wat anders. Als een vrouw sterk is, daar betekent niet dat zij een carrièrevrouw of dat zij heeft zo'n hoge functie in een belangrijk bedrijf of dat zij een minister of wat dan ook. Nee, het is op een hele subtiele manier is zij sterk. Hoe dan? Heel vaak, vrouwen bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld over hoe vrouwen onder elkaar zijn in Syrië. Mijn oma die vertelde altijd dat in een gezin, over het algemeen, man is het hoofd van het gezin. Dat ziet hij ook zo graag, maar vrouw is de nek. Even kijken of ik het goed begrepen heb. Je hebt het hoofd, maar de vrouw die draait uiteindelijk toch? De man. Dus eigenlijk de vrouw bepaalt alles, maar op een hele mooie, subtiele manier, dat het lijkt alsof het zijn idee is. Ik zou zeggen dat dat stiekem is. Eigenlijk niet. Want wij Nederlandse vrouwen doen daar zo over. Nee, dat is echt... wacht eens even. Ja. Nee, maar zo hebben wij het ook geleerd. Dat je moet dingen wel subtiel doorbrengen en het lijkt... Of in eerste instantie zou je zeggen dat het vermoeiend is of van hoop gedoe en zo. Maar eigenlijk niet, want je doet het niet vanuit acteren of vanuit proberen iets anders te zijn dan wie je bent. En als een vrouw, we zijn van binnen zachter dan een man. We zijn niet van, oh laat me zien, ik ben een vechter ook en ik kan het ook. Dat is niet een vrouwelijke kracht. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen wat je wil in plaats van zeker eromheen. En... Ja, en het is niet eigenlijk eromheen. Het is alleen dat jij komt op de zwakke punten bij een man. En daar, die benader je wel. Oké. Okay. Dus eigenlijk soms is het een ego boost en de man doet wat je wil. De man doet wat je wil. Wat je wil. En het lukt heel vaak. Zie ik ook nu in Nederland heb je natuurlijk heel veel immigranten en statushouders. En zie je een grote deel daarvan zijn uit Syrië. Je merkt ook supersnel dat als de vrouw hier is, gedraagt ze zich heel anders dan in Syrië. Ja? In de zin van, ze heeft meer vrijheid om zich te uiten. Maar als ze dan hier komen, dan hebben ze toch zoiets van, hey, hier mag ik meer, hier kan ik meer. Dus die ruimte die neem ik dan die ook. Die ruimte die neem ik wel. Ja. En toch... In het gezin blijven ze in dezelfde rol. Ja. Maar hoe train je dat dan bij jezelf om op dat punt te komen? Dat je jezelf gewoon goed en terug genoeg te vindt. Terug te keren. Terug te keren naar jezelf. Een voorbeeld, ga op date met jezelf. Op date met op jezelf? Date met jezelf. Oh, nodig dat jezelf klinkt leuk. Uit op een date. Hoe doe je echt dat dan? Gewoon een tafeltje boeken ergens in een leuk restaurant. Klinkt ook echt raar en misschien voelt het ook eng en spannend. Van, oh, daar zit ik en lijkt het alsof ik een blauwtje ben gelopen. Daar zit ik met mijn uppie. Maar nee... Gewoon echt een leuk restaurantje en het, ja, kijk wat voor jou goed voelt. Maar geniet van je eigen gezelschap. Je hebt geen andere nodig. Je moet genoeg zijn bij jezelf. Want dat is dan die reden daaronder waarom jij zegt van ga op date met jezelf. Om het gewoon goed te hebben met jezelf. Goed voelen over jezelf, ja. Zit maar even, verwen jezelf. Geef jezelf een quality time. Nou, ik lust een glaasje wijn. Nou, ik neem een glaasje wijn met mezelf. Proost op jezelf. Proost op jezelf. Ja, op mijn vrouwelijkheid. Ja. Ik voel me goed. En... heel vaak houden van een andere, dat
eigenlijk dat moet van de... Laten we zo zeggen, je bent een kopje koffie. En je moet niet liefde geven uit de koffie die in kopje zit, maar wat er overvloedt. Eerst moet je zelf vol zijn voordat je geeft. Maar je kan niet geven van wat je zelf niet hebt. En eerst van jezelf houden en dan pas van een andere. En wat, wat ik ook wel vaak zie, is dat er bij mensen een bepaalde leegte in zichzelf is. En dat ze dan maar een relatie aangaan, zoals mannen als vrouwen, denk ik. Klopt. Maar we hebben het nu over vrouwen natuurlijk. Ja. Dat ze vanuit daar die relatie aangaan, dan moet die ander hun maar gelukkig maken. Ja, dat lukt nooit. Nee. Dat lukt nooit. Nee. Dan ben je eigenlijk je hele leven alleen op zoek naar een vulling. Maar dat is niet liefde. Ja. En je bent altijd afhankelijk van een ander om goed over jezelf te voelen. En dat is geen kracht? Dat is en dan geen zeker kracht. Geen vrouwelijke kracht? Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal juist niet. Hey, en Gaida, nou doe jij ontzettend veel hè? Rondom dit thema, vrouwelijke kracht. Jij coacht vrouwen met je ondernemer Woman Being. Mm-hmm. Daarover heb jij ook gepitcht bij TEDx Breda. Daarover heb ik jou horen praten, vandaar nu dat ze hier zit. Jij begeleidt en coacht statushouders. En je hebt ons een kijkje gegeven in jouw werkende leven. Klopt. En dan gaan we nu even naar kijken. Ja, goedemorgen. Ik sta hier voor Hotel Contact der Continenten. Ik geef vandaag een hele leuke training. En het gaat over opvoeden tussen twee culturen. Dus hoe is het om je kind op te voeden? Tussen een westerse wereld, of tenminste een westerse cultuur en een oosterse cultuur. En ik weet er alles van persoonlijk. Ik kom natuurlijk uit Syrië en heb twee dochters met een Nederlandse partner. Zo, dus hoe is het om dat hier te doen? Ik geef de training voor vluchtelingenwerk. De focus zal meer op de vrouwen zijn. Hoe is het eigenlijk om hier te zijn als een vrouw? Zeker als je kind gaat opvoeden hier. Nou, ik heb heel veel zin in, dus ik ben wel benieuwd. Maar het komt wel zeker helemaal goed. In ieder geval, als de vibe er niet is, wij gaan die vibe creëren. Dus, dag! En hier ben ik in de zaal waar ik de workshop ga geven. Ik vind dit... zelf wel een knus, gezellig zaaltje. Geen tafels, alleen stoelen. En dat geeft ook minder barrière tussen mij en de deelnemers. Ik ga ook geen computer gebruiken vandaag. Ik wil alleen contact en interactie tussen mij en de deelnemers. Ik denk vooral als het gaat om opvoeden of iets persoonlijks waardoor je meer je ervaring gaat vertellen en van gedachten wisselen, is het wel vaak beter om niet gericht op een scherm te zijn. Het gaat om mij en hun en wat we voor elkaar kunnen betekenen. En natuurlijk, ik praat uit ervaring en die ervaring leert hun misschien nieuwe inzichten. Ik heb een prachtige dag gehad. Wat ik zo mooi vind aan het einde van de dag is dat je hoort feedback. En dat vind ik, is eigenlijk prettig om te weten hoe mensen ervaren jouw aanwezigheid en wat je toe te voegen hebt. Ik hoor dat ik eigenlijk geen ruimte geef voor mensen om überhaupt afgeleid te zijn of aan iets anders te denken. En ik denk als een trainer of als een workshop leider, je moet wel aanwezig zijn. Je moet echt in het nu zijn. En misschien twee dingen moet je managen. Dat zijn je eigen energie, maar ook de energie van de zaal. En dat voel je ook meteen. Wanneer het zakt, dan moet je iets doen om weer de aandacht te trekken en mensen echt aanwezig te krijgen weer. Dat ze niet weg gaan dromen. Ja, hoe gebeurt dat? Vragen stellen. Vragen stellen waar mensen moeten over nadenken. En wat ik leuk vind is, vaak geef je een workshop, maar eigenlijk je leert zelf ook heel veel over jezelf, maar van de ervaringen van een andere. Dan leer je zelf ook anders zien. En ik blijf het geweldig vinden. Met mensen bezig zijn. Ik blijf het geweldig vinden. Ik heb echt van genoten. Even een stukje rijden naar huis. En dan is het een geslaagde dag geweest. Nou Gaida, je hebt het maar druk mee. Zo te zien wel. Ja. Hey, en wat kunnen deze vrouwen dan van jou leren? Over vrouwelijke kracht. Over vrouwelijke kracht. Ja, ik kan zelf een voorbeeld zijn. Maar ik kan ook doorgeven wat ik zelf ook geleerd heb.
Ik geef een voorbeeld. Als je 's ochtends wakker wordt, ga meteen naar de spiegel kijken. Ik weet dat af en toe is dat geen gezicht. Nee, het is geen gezicht. Er staat mijn haar alle kanten op. Ik zie er niet uit. Ik zit zo een beetje voor die spiegel te kijken. Dat denken wij. Maar eigenlijk, je bent mooi. Je bent mooi zoals je bent. Kijk naar jezelf in de spiegel. Echt oog in oog. En zeg, je bent prachtig. Ik hou van jou. Je bent te schitterend. Je bent genoeg. Vandaag is je dag. Je gaat te knallen. Bad hair day of niet? Dat maakt niet uit. Dat is je kroon. Draag hem met trots. Hoe je haar ook eruit ziet. Je bent bijzonder. Je bent uniek. Je bent mooi. Je hebt de kans om een nieuwe dag mee te maken en te beleven. Nou, laat de wereld zien wat een koningin hier rondloopt. Hey, en heeft dat ook nog een ander soort effect op mannen, als je zo naar jezelf kijkt? Zeker waar, zeker waar. Mannen zijn eerder gevoelig voor de uitstraling dan echt letterlijk de uiterlijk. Want je hebt heel veel vrouwen die mooi zijn, maar nul uitstraling. Ja, waar ligt het aan dan precies, die uitstraling? Het is meer wat voor een energie die vrouw geeft aan buitenkant. Je ziet het ook vaak. Soms zijn er dames waar je zou denken, nou, er is niks bijzonders aan. Eigenlijk, ze ziet er gewoon prima uit, maar ja, niks bijzonders. En zijn er heel veel mannen die geïnteresseerd zijn in zo'n vrouw. Wij vragen ons af van, wat ziet hij in haar? Ja, wat is dat dan? Ja, dat is die uitstraling. Ze vindt zichzelf gewoon prima. Ze vindt zichzelf goed genoeg. Ja. Ze doet niet die extra moeite om in de smaak te vallen. Ze is al blij, ze is al content en ze is al in overvloed. Ja, ja. En dan, dat trekt de man aan. Man houdt van die vrouwelijke rust in een vrouw. Niet dat constant jagen op een compliment, op een bevestiging van een man, op aandacht. Komt ook soms over als van hoop. Hmm. En het jagen naar aandacht heb je het over. Maar zouden wij als vrouwen dan ook, wat je heel vaak ziet, is dat we ook jagen op een man? Dat gebeurt Moeten heel we vaak. Dat dan doen? Nee. Gewoon echt no. Gewoon no way. Nee. Niet op de man afstappen voor zijn nummer of voor een date. Oh my God, of nee. En dat is al. Het kan voor even werken, maar daarna niet meer. Nee. Het is een instinct. Het is echt natuurlijk. Heel vaak zou je zeggen, ja, dan moet ik zitten wachten totdat een man op me afkomt. Helemaal niet. Het is van vroeger al, was het altijd de vrouw die nam de eerste stap. Alleen was het op een hele subtiele manier. Bijvoorbeeld vroeger als een vrouw liep voorbij bij een man en zij vond hem leuk. Natuurlijk ging ze niet zeggen, hey, ik vind je hartstikke leuk of zo. Maar zij liet misschien iets vallen en liep ze gewoon verder. En die man die denkt, oh, valt iets van haar af. Oh, hey, mevrouw, hier heb je iets. En daar heb je weer die contact. Maar wie heeft de andere gekozen? Zij. Ja, maar je kunt niet zomaar als je in de kroeg ergens bent iets laten vallen. Zal want dan ziet die man niet. Zal ik jou een voorbeeld geven? Nou, sta jij in de kroeg? Staat wel een leuke fan daar en dan bij denk de bar. Ik, oeh, nou. Ja, denk je, oeh, dat is wel leuk. Maar ja, hoe doe ik dat dan? Ja. Oogcontact is heel belangrijk, sowieso. Want en dan, daarmee creëer je eigenlijk al die opening. Klopt. Ja, maar soms zijn er mannen die ook verlegen zijn, misschien. Of hij weet nog niet. Niet alle mannen zijn goed met signalen. Dus oogcontact af en toe is dat te spannend. Maar verder denkt hij, ja, ze staat wel met groep vriendinnen. Hoe moet ik dat doen? Nou, weet je, wat zou ik doen? Ik zou dan naar de bar gaan om misschien 2 glaasjes te pakken voor mij en mijn vriendin. Wijn of wat dan ook. En dan neem ik toch mijn tasje mee of neem ik gewoon iets mee. Laat ik het op stoel staan. En dan bestel ik die 2 wijntjes. Dan heb ik 2 handen. En dan zeg ik tegen hem, wil je alsjeblieft op mijn jas passen totdat ik terugkom? Ik moet even deze wegbrengen. Je vraagt hem om iets voor je te doen. Ah. Ga je die 2 glazen wegbrengen, kom jij terug naar hem. Oh, dankjewel. Hoe is het? En eigenlijk, hij heeft al zoiets van, ik heb op haar jas gepast. Ik deed al iets eigenlijk. Maar je hebt een opening al voor hem gemaakt zonder dat hij zegt, hey, ik vind je hartstikke leuk en ik wil met jou praten. Want dat is tegenwoordig wel in Nederland, dat steeds meer vrouwen het initiatief nemen. Ja. Gewoon op die man afstappen en bellen. Wordt heel makkelijk gemaakt ook met van allerlei apps natuurlijk. Ja. Maar denk en je jij dat de zegt man gewoon dat van, kijk een keer of doe subtiel, vraag doe iets aan die man. Subtieler. Ah. Want daarna rolt het ook natuurlijk. Maar meer laat de man het gevoel hebben, hij heeft je veroverd. Nou Gaida, dankjewel voor jouw verfrissende kijk op vrouwelijkheid en vrouwelijke kracht. Graag gedaan. En daarvoor hebben we een kleinigheidje voor je. Oh, kijk nou. Een mooie roze vrouwelijke kleuren. Oh, prachtig. Nou, ik ontvang hem graag. Ja. Super bedankt. Heel erg mooi. Dankjewel. Mooie kleuren. Prachtig. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Yes Talkshow.
Wil je nou nog meer laten inspireren? Nou, dat kan. Daar hebben we iets op gevonden. Luister dan iedere vrijdagavond naar de Yes Radio Show op Breda Nu. Met heerlijke feel-good muziek en iedere week een gast met een bijzonder verhaal. En wil je nou meer weten of reageren op deze uitzending? Kijk dan op mijn YouTube-kanaal of reageer via mijn Facebookpagina. En over 2 weken zijn we weer terug met de nieuwe Yes Talk Show. Hier vanuit het gezellige Rode Hert in Breda. En mijn hondje Sarah is er natuurlijk ook gewoon gezellig bij. Graag tot dan. Every single day you just got to say I got the power, you got the power, we got the power. Power! Talking about power, yeah. I got the power, you got the power, we got the power. Every single day you just got to say I got the power, you got the power, we got the power. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Het Rode Hert en Violien Bloemen en Interieur. Breda Nu. Je weet het meteen.